Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we een nogal speciale pretpark video. We gaan vandaag namelijk de vijfjarig bestaan van Droomkraft attractie gaan wij bezoeken. En daarin nemen ze, als het goed is, een soort reis. Nemen ze je mee in een soort reis door het hele wereldje van Droomkraft heen. Dus ja, voor degenen die Droomkraft niet kennen, dat is een server op Minecraft die dan ja, helemaal in het thema is van Disney. En ja, dat is zeker een aanrader om een keer langs te gaan. Dat is erg leuk. Ja, wat er leuk is, is ze hebben dus attracties gebaseerd op de echte attracties, maar ook zelf verzorgd. Dat is wel grappig. Ja, precies. Er zitten ook inderdaad wat eigen dingetjes bij. Verder hebben ze ja, alles erop en aan zitten. En ja, je gaat het vandaag ook wel zeker zien in deze attractie. Ik ben zelf heel benieuwd. Volgens mij hebben wij alleen de datum wisten wij wanneer het was, maar dat konden we helaas niet halen wegens werk en zo. Maar ja, ik heb zelf eigenlijk nog helemaal niks gezien van wat we. Ik ook niet. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja, precies, precies. We gaan gewoon beginnen. Ik neem aan dat wij station links, station rechts. Ja, links. Volgens mij kunnen we daar gewoon door die netherportal, zeg maar. Ik ga wel rechts. Hoor je die mensen ook praten of niet? Is dit... Maar is dit de attractie al? Is dit de attractie al waar wij nu zijn? Vertrek van het voertuig kan even... Wacht, dan kom ik bij jou. Dan zit ik in een andere boot. Is dit de attractie al of ja, wat? Ja, ik denk het wel, man. Een soort dak. Oh, dat ziet er echt vet uit. Oké. Als het goed is kunnen we naast elkaar zitten. Ah. Ik kan er hier nog niet in. Hierachter kun je zitten. Daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Moeten we nou ergens op start klikken of was de bedoeling? Nee, volgens mij wordt dat allemaal voor ons geregeld. Denk ik. Ik word altijd blij van die Disney muziek. Ik kan het al indrukken. Kan je ons een beetje beter zien. Dat is ook grappig, jongen. Die hey! Die er allemaal tussen... Oh, daar ja! Gaan we. Oh, ik ben echt benieuwd. Oké. De attractie duurde ongeveer 12 minuten. Dus best wel een... Dat is meer Aladdin. Welkom in mijn wonderlamp. Dit is de plek waar ik woon en al mijn herinneringen aan jullie dimensie bewaar. Nu heb ik gehoord dat Droomkraft dit jaar 5 jaar bestaat. En dit is natuurlijk een uitstekend moment om even terug te blikken op de afgelopen jaren. Well, yo. Even kijken waar ik het flesje heb liggen. Ah, ik heb hem. Daar gaan we. Lekker, dat is geniaal. Dit is echt geniaal. Daar gaan ze. Vette vertelstem ook. Ja, voice actor, alles. Kijk, hey, daar zijn we dan. Pirates. Het is alweer 3 jaar deze geleden muziek, dat jongen. We piratenweekend hadden. Tijdens dit weekend is er veel gebeurd. Zo zijn alle huisjes in het piratengebied opgeknapt. En er zijn een aantal nieuwe achievements bijgekomen. Ook ging de vernieuwde attractie. De vrouwtje nog iets vertellen, Stan. Ondergang. Hè? Sinds dit piratenweekend is er nog meer veranderd. Stil, jongen, die vrouw zit te praten. Is namelijk de achtbaan Peter Pan's Flight vernieuwd. Het blijft niet alleen bij het piratenweekend. We hebben namelijk ook het waterweekend gehad. En zo te zien gaan we daar nu heen. Maar Stan, we hebben elk weekend iets nieuws. Dus 5 jaar, elk weekend, dat wordt best lang. Tijdens het waterweekend waren video er van anderhalf uur activiteiten te doen. Eén daarvan is het paintball. Dit was een spel waar je 2 teams had, namelijk rood en blauw. Oeh. En deze teams moesten elkaar uitschakelen. En het team dat uitgeschakeld was, had verloren. Oh. Ook is er tijdens het waterweekend een nieuwe attractie geopend, namelijk de Ariel. In deze interactieve attractie krijg je een drietand, de staf van Triton. Met deze drietand kan je show-elementen activeren van Triton. Die een stuk ja, makkelijker maken. Die drietand, daar staat hij. Het gebouw van Atlantica. Wow. Ook één van onze water. Die stem is echt zo'n stem van zo'n kindercomputerspel, weet je wel. Ja, geniaal. Volgens mij is deze herinnering bijna voorbij. Laten we snel weer teruggaan naar mijn sowieso, lamp dat is om gewoon, te kijken of ik nog meer herinneringen kan vinden. Ho! Dit is wel echt vet gedaan, oprecht. Hoi! Daar gaan ze. Je ziet ook al die naampjes als je goed kijkt, hè, van alle kamers. Ja. Dat waren 2 hele mooie herinneringen. Maar voor mijn gevoel waren dat niet de enige weekenden die ze in Droomkraft hebben gehad. Dat dachten we al. Volgens mij had ik hier nog een herinnering. Waar is dat flesje nou? Ik kan hem niet vinden. Hier misschien?
Of, misschien staat hij links. Volgens mij had ik hem daar neergelegd. Nee, bij jou voor. Oh, wacht. Voor je. Ik heb hem hier. Ik heb hem. Dat moment dat een Minecraft-attractie beter is dan echte attractie. Ja. Kijk eens aan. Deze herinnering is of nog niet zo symbolica. Heel oud. Hey. Het is het Safari Weekend. Ook een heel leuk weekend. Daar hebben daar we Martijn. Ze. Timo en Pumba. Hey! Wat waren die toch leuk. Boy, yo, dit is wel echt grappig. Tijdens Safari Weekend hebben we twee attracties geopend. Namelijk de nieuwe attractie Martijn. Safari Tour. In deze attractie ga je op Martijn safari verbaken. Langs allemaal verschillende dieren. Zoals Simba. Tijger, een giraf. Ook werd de geopend. Vernieuwende kunnen we gewoon racerachtbaan in. Simba geopend. Dan. Deze is nu nog mooier en nog groter dan de oude versie van de achtbaan Simba. Daar hebben we weer Pumba. Rafiki. Hey, lekker copyright muziek. Ja, precies. Volgens mij... Oh. Wat is dit? Rex? Daan? Net wat ik dacht. We zijn terechtgekomen in het Studio Weekend. Studio. Tijdens dit weekend is er heel veel gebeurd. Die Mickey. Die skin van Mickey. Toy Story Mania. Dat is voor mij Mini. Een interactieve attractie. Waar je van Mini. En van Katrijn ook. Katrien. Je kon Donald. Donald is bij mij ook gewoon Steve. Bij mij is het gelijk Steve. De foto met echt? Alice, Pluto ook. En nog veel meer figuren. En als dat nog niet oh, kijk hier genoeg, dat hondje. Waren er ook nog een aantal hier die ligt. Activiteiten. Zoals de wacht. Skin hier op het standbeeldje, maar ik oh, ja. Op gevoel, denk eigenlijk ik. Was het veel oh, ja. Meer Lol. Dan een weekend. Het was gewoon liftbediende. Één groot feest. Nu ik het toch over een feest heb. Er zijn nog wel een aantal leuke activiteiten. Oh, dat is een grote wizard hat, zie ik nou. Oh ja. Oh, daar gaan ze. Ze wil de fles aan het zoeken. Is die fles niet onderhand op? Oh. Linksom. Die andere activiteiten. Even kijken waar ik ze heb liggen, hoor. Oh, waar is het trouwens mooi, zeg, die vorige herinneringen. Prachtig, vrouwke. Wat ben ik blij dat ik ze heb kunnen bewaren in mijn flesjes. Maar waar is dat flesje van die mijn flesjes. Nou? Maar oh, heet zo'n hier. Ding wel een flesje? Volgens mij heb ik het gevonden. Even ja, maar dan, kijken, nee, eigenlijk niet. Een lamp. Ja, daar gaan we. Oké. Okay. Ze hadden hier eigenlijk zo'n soort portal effect moeten toevoegen, denk ik. Dat is ook wel leuk geweest. Zo. Wat is dit dan? Bij. Plopsaland. Die muziek is wel mooi. Goeie muziek. Ja. Moeten wel een beetje door blijven praten. Kijk eens aan, dat was nou wat ik ja, bedoel. Precies. De evenementen die jaarlijks terugkeren. Elk jaar daar staat nog een Steve erachter. Konijn. Jochem. Eieren zoeken. Afgelopen jaar waren eieren gestopt met letters erop. Die je het echt Jochem. Als je het woord goed geraden had, maakte je kans op Leroyke. Hey, die kennen we nog wel. Elk jaar is het net weer Leroy. Zo is die er ken ik wel, ja. Een paaspaleis geweest. Voordat je naar binnen kon, moest je paaseieren hebben. Deze paaseieren lagen door de hele server. Wel grappig. Ja. Als je genoeg paaseieren oh, had... Oh, die dingen zijn ook die eitjes. Toegang tot nou het paleis. Pas. Ja, 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 ja. Zo zijn er de afgelopen jaren nog wat zijn een dit aantal dan kippen? Van deze paasevenementen. Uit. Kimpies! Niet alleen de paasevenementen Kimpies. Komen jaarlijks terug. Laten we eens verder gaan hey. Naar een ander evenement Gatje. Dat de jaarlijks terugkomt. Gatje. Gatje. Waar ben je rechts? Niels. Hey! Niels en Jordi. Wat is dat voor skin? Oh. Ah, Jordi. Friday the 13th. Aidi, Ayordi. Juwelle. Joule. Joël. Joël. In het Frans is het wel Joël, waarschijnlijk. Joël. Santa. Droomkraft in de wintermaanden. Een evenement dat ook elk jaar terugkomt. Goeie is de muziek. Wereld van Droomkraft. Maar dan helemaal. Hé, daar stut hij! Hij herkent al die muziek. Hessel, Vincent. Ja, dit is Hessel, Vincent. Ja, dit is de muziek van Bell & Beast. Ook de natuur. Snel doorpraten dan. Joostje! Hé, Joost! Ondergesneeuwd is. Joost! Paravelijn. Joost! Joost! Ons kleine broertje! In de wintermaanden zijn er meestal. Rustige verhaal. Zoals een schaatsbaan of een sneeuwgevecht. Krijg je dan niks van mee? Oh, ik stopte het ook. Hoe dan ook. Elk Pokémon jaar is het tijdens de wintermaanden wel iets leuks te beleven in Droomkraft. Pokémon! Oh, geweldig dit. Ik zit echt een traan in mijn ogen. Van blijdschap. En omdat ik het zo mooi vind. Oh, de gunstje. Wee. Vliegen. Ik zei, ja, wat? Ja. Oké. Okay. Oh, rechts. Rechts!
Dat is links, jongen. Rex kijkt hij naar links. En niet alleen in de wintermaanden is er iets leuks te beleven. Nee, ook. Want het hele jaar door is er hier wel iets leuks te beleven. Oh. Volgens mij heb ik nog een herinnering die iets minder leuk is. Even kijken waar ik die heb gelaten. Ah, hier is die. Oh, Laten we eens gaan kijken. Naamverandering. Welke naamverandering? Van Disneycraft naar Droomcraft. Oh ja, ja. Misschien dat er ook in zit. Of dat doen ze gewoon wegmoffelen. Ik denk het wel. Daar hebben ze wel een breder publiek aan kunnen spreken. Ja, precies. Jason. Wat is dat voor skin? Groot. Oh, dit is Halloween. Oeh, spannend. Het terugkerende evenement dat we nog niet hebben gehad. Halloween. Oh! Tijdens dit evenement is het meestal heel griezelig. Oeh. Toch is er tijdens het evenement wel iets leuks te beleven. Professor Nagaz heeft zich tijdens het evenement een aantal keer laten... Nagaz! En helaas was hij niet altijd aardig. Tijdens zijn bezoek aan Droomcraft waren er een te aantal doen? Griezelige gebieden. Nee. De een net wat enger dan de andere. De afgelopen jaren zijn er ook een aantal enge spookhuizen geweest. Hey, zoals Rens. De Cinema en Villa Phobia. Zijn wij hier eigenlijk geweest met Halloween? Eén keer volgens mij. Eén keer wel, toch? Deze attracties zijn gebieden bezoekt. Dat was met die jumpscares. Eerlijk gezegd heb ik wel weer genoeg van dat griezelen. Wel tof. Jork. Hebben we niet nog een leuke herinnering? Toen moest ik huilen. Kleedkamer. Muppet. Oh ja! Oh, daar gaan ze. De Muppet Show! Hey! Bezoekers Steve hebben we deze herinnering nog. Steve, waarom niet gewoon Stefke in plaats van Steve? Hey, Leroy, politie! De eerste Muppet werd opgevoerd toen de tweede man van Droomcraft openging. De show ging over constant Goofy. Die de lever had gestolen. Ze dat moesten ervoor geniaal. Zorgen dat ze de lever terugkregen lever? Door een slim plan. En dat is ook nog eens gelukt. Hekkie? Uiteindelijk Iron. Is er ook nog een tweede opvoering gekomen. Weer een douche. Deze show had hetzelfde Planks. Verhaal als de eerste Muppet Show. Ui. Maar had Rap. Betere effecten en een nog mooier decor. De lever van die mooi 5 om dat weer terug te zien. Wat was dat? De aantal spelers? Of zoiets. Unieke spelers? Ja, denk het. Kun je niet. Oh, welke kant nu? Achter? Oh, oh nee, we hebben hier al veel gezien. Heel maar veel. Maar we zijn volgens mij nog één ding vergeten. We zijn pas halverwege. Wat het precies is, houd ik nog even geheim. Oeh, spannend. Ik dat flesje nou heb gelaten, hoor. Jumpscare op het einde. Ja. Oh. Kinderen huilen. Hier heb ik hem. Ja, ik moest net wat zou het nou toch zijn? Laat ik jullie maar niet meer in cool, spanning. Wat was dat nou? Die vent? Hier professor Nagari? Nakaas. Nakaas. Daar gaan we. Ho! Wel vet met die muziek en zo. Het zijn natuurlijk onze verjaardagen. 5, 4, 3, 2, 1. Dit jaar is heel speciaal. Ja. Want zoals je misschien al weet... Wel vet hoor, dat is al 5 jaar bestaat. De vijfde verjaardag. Ja. De afgelopen 4 verjaardagen zijn allemaal geweldig geweest. En hopelijk komen er nog veel meer verjaardagen. Ja, nou, dat hopen tijdens wij ook. Verjaardagen zijn er leuke activiteiten geweest. Zoals de Muppet Show of de tijdmachine van vorig jaar. Oeh. Tijdens deze verjaardagen kijken we meestal terug naar de afgelopen jaren. Net zoals wij nu hebben gedaan. Voordat we deze herinnering stoppen, wil ik jullie allemaal bedanken voor de mooie herinneringen die ik heb mogen Rex, maken. Beestvarken. Dat ik veel meer kan vangen de aankomende. Dat is wel echt misschien geniaal. Misschien dat jullie me dan over een paar jaar wel weer zien. Laten we van onze 5e verjaardag zien. Ik heb het nog niet één keer gezien. Ik hoor het alleen. En zijn alle 4 op Droomcraft. En hopelijk tot onder die wagen ligt ze. Oh nee, die komt dadelijk in de jumpscare. Oei, dat is... Ja, ik dat vond hem best vet. Mij. Shift nou. Shift die karretjes zijn wel echt vet. Ja, die zijn wel echt dik. Stel een systeem als bij Symbolica en zo. En dat Trackers Dark Ride. Het is wel echt vet. Hashtag Sprookskracht. Oh. 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 Komen we nu uit? Hey! Is het gewoon de hoofdserver, of niet? Ja. Die muziek is wel geniaal. Is gewoon de muziek van... Alleen mijn muziek is nou volgens mij losgekoppeld. Ach ja. Nee, ze hebben hier ook allemaal gewoon die vaandels en zo hangen. Ja, ja, zeker. Van 5 jaar bestaan ligt hier helemaal vol in het park. Zo vet. Ja, we zijn maar echt al lang niet meer geweest hier. Dat is echt al lang geleden. Ja, dat is denk ik 5 jaar geleden. 55,
Oh, gewoon 55.000 unieke spelers, hè. Dat is best ziek. Ingang... Oh, daar waren we net. Ja. Dus even kijken hoe die ingang eruit ziet dan. Oh, hier hebben ze ook nog... wat is dit dan? Kijk hier die... Kijk hier die TNT. Kermit. Kirby Frog. Nee. Even kijken hoe je dan... Ja, ze hebben nou... Kijk, hier hebben we Vincent. De directeur hierachter. Hier, hier, hier. Hey, hier. Daar is hij. U bent hier een beetje de directeur. Jazeker. Ja, dat zeggen ze wel eens. Ja, het is wel, hij slaat het wel eens kapot. Oh, niks te zien. Ik zal even typen dat het een toffe attractie was. Ja, was wel vet, man. Was echt leuk. Hoort hij er wel daar? Great job. Hey. Taart! Taart! Pak het! Pakken! Pak het! Pakken! Eten, 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 eten. Gratis eten. Gratis eten is altijd goed. Hier, snel pakken. Oh, ja. Wow. Je kan dat er niet eens op pakken. Je kunt dat niet eens neerzetten. Ligt hier te zweven. Oeh. Ja, wel nice. Ik vond het oprecht wel echt een grappige attractie. Zeker zo met die voice-over, dat zie je niet vaak. Is ja, wel origineel. Wel leuk. Ja, mensen, anders laat even achter welke herinnering jullie het leukste vonden. Althans, van welke jullie het mee hebben kunnen krijgen wat mevrouw heeft zitten vertellen. Wil je zelf de attractie beleven? Kijk dan even in de beschrijving. Staat IP naar de server play.droomcraft.nl. En ja, dan kun je de attractie helemaal zelf beleven. Zeker! Ja, dus moet alleen niet op shift drukken tijdens de attractie. Dan komt het helemaal goed. Ja, Droomcraft, bedankt in ieder geval voor de 5 jaar. Of ja, was mooi. Jullie in ieder geval ook gefeliciteerd er meteen mee. En ja, mensen, dan zien we jullie de volgende keer weer. Later! Later!